Er werd zondag flink met de billen gewiebeld bij Selectus Koijker in Leiden. Vanwege de voorleesdagen speelden Greet Meesters en Frans Ariezebos de voorstelling De Wiebelbillenboekie naar het boek van Guido van Genechten. Het boek is prentenboek van het jaar geworden en staat komende weken centraal tijdens de voorleesdagen. Het verhaal gaat over een vader olifant die zijn papadag heeft. Dus hij zorgt voor de kinderen die dag en mama is naar de werk. Ja, en samen maken ze er een dolle boel van. Zeker weten. Ja, en of die mama dat nou ook echt heel leuk vindt, ja, dat blijkt aan het einde van het boek. Wat ook leuk is dat in de kangaroo, bij het boek van de kleine kangaroo was de moeder de hoofdfiguur met een kind. En wat leuk is van dit boek is dat natuurlijk een vader nu een keer de hoofdrol heeft met zijn kinderen. En dat is, dat maakt het ook dat de combinatie heel erg leuk is. Die twee boeken samen ook. De voorleesdagen zijn bedoeld om het voorlezen aan kinderen tot en met 6 jaar te bevorderen. Nou, wij maken eigenlijk dit voor de 7e jaar bij het prentenboek van de Nationale Voorleesdagen een muzikale prentenboekvoorstelling. En nou ja, het woord zegt het al, muzikaal. Dus een heel belangrijk onderdeel van onze voorstellingen zijn de liedjes. Het is een boek waar muziek in zit. De Wiebelbillenboekie zegt het natuurlijk al. Dus ja, toen wij zagen dat het dit jaar dit boek werd, toen zeiden we meteen van nou, dat wordt plezier maken, dat wordt leuk. De Wiebelbillenboekie. De voorleesdagen duren nog tot 30 januari. De komende 2 weken zal de voorstelling op verschillende plaatsen te zien zijn. Nou, dag! Tot ziens! Tot ziens! Doei!